FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Bevela. Op dag 4 van het trainingskamp in Spanje oefende FC Volendam tegen Sevilla. Karel Eiting en Wim Jonk ervaren de 7-0 nederlaag tegen de Spanjaarden als een leerzame, maar ook harde leerschool. Ja, een gevoel dat heel veel dingen beter moeten, maar wel dat we op elk aspect zijn uitgedaagd. Fysiek, mentaal, tactisch, technisch. Alles wat we beter willen doen en moeten doen, dat kwam vandaag kwam dat aan bod. Kwamen al onze tekortkomingen, werden daarin zichtbaar. En ook wel onze krachten, want we hebben een paar goede dingen laten zien. Maar vooral ook heel veel dingen waar we naartoe willen. Je ziet de goede intentie, weet je, goede scherpte. We proberen die ruimtes goed dicht te maken. Maar ja, je ziet de positionering van Sevilla is natuurlijk van een hoog level. Dus je weet, om dat iedere keer voor elkaar te krijgen, ja, dat vergt iets. Dat is natuurlijk een enorme training voor de jongens. Dus ja, op het moment dat je dat iets te laat doet, ja, dan word je afgestraft. En dan meteen elke bal die viel ook binnen. Volgens mij hebben we in 6-7 minuten krijg je 3 goals tegen. Dus dat maakt die uitslag natuurlijk meteen sky high, zeg maar. We werden vanaf seconde 1 werden we heel erg uitgedaagd en merkte je dat zij beter waren en dat we iedereen 110% moest zijn om iets goeds neer te zetten. Ik hoop dat ze daar ook lering aan trekken, dat ze zien hoe een Goodell je of een Navas of een Rakitic, hoe dat beweegt vanuit simpelheid, vanuit eerste aannames goed, weet je, gelijk terugschakelen, meteen die eerste seconde meteen goed staan, aanvallend en verdedigend. Ja, dat maakt topvoetbal zo leuk. We zijn hier 8 dagen volgens mij met z'n allen. Constant met elkaar. En ik denk dat het mentale aspect in voetbal ongelooflijk belangrijk is. En daar zijn we keihard aan het werken. Zowel met elkaar te praten, leuke dingen te doen, groepsfeer te krijgen. Maar ook met z'n allen de sprintjes te maken, de loopjes te doen. Met z'n allen door het vuur gaan. Trainen 2 keer op een dag. De weersomstandigheden zijn niet al te positief. Het is ontzettend slecht weer tot nu toe. Hopelijk gaat er morgen een beetje de zon schijnen. Dat zou wel lekker zijn. Maar daardoor heb je ook een zwaar veld, weet je. Dus daar moeten jongens ook aan winnen. Wij trainen natuurlijk altijd op kunstgras. Nu train je gewoon op gras, wat gewoon een modderpoel op een gegeven moment is. Dat zorgt ook voor zware benen. Daar kunnen ze ook een beetje last van gehad hebben vanavond. Maar ja, dat hoort erbij. Dit is een trainingskamp, voorbereiden op de tweede helft van de competitie. Dus ja, dan moet je ook een beetje pijn lijden. Maar ook maken dat je daar weer sterker uit vandaan komt.